De Tielse Eendrachtscombinatie leeft nog. Afgelopen zaterdag was een bijzondere dag in het bestaan van de voetbalclub. Kampioenskandidaat Katwijk kwam op bezoek en kon bij winst van de club en een gelijk spel of verlies van de nummer 2 in de tweede divisie kampioen worden. Er komen in ieder geval uit Katwijk 17, 18 bussen. En dat betekent dat er zeker zo'n 1200 tot 1400 mensen verwacht worden uit Katwijk. En dan praat je over het georganiseerde deel. Ongeorganiseerd komt er ook nog van alles deze kant op. En dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over ons eigen publiek. TSC speelt op dit moment voor lijfsbehoud in die tweede divisie en kon het zich niet permitteren om te verliezen. Dit gebeurde ook niet. Er werd gewonnen met 2-0. Zelfs de kampioenschaal was een tiel om deze eventueel uit te reiken. De afgelopen jaren kwam ik vaak bij Linde over de vloer en nu bij TEC. Voor mij de eerste keer hier, dus een bijzondere ervaring. En dan een kampioenswedstrijd is natuurlijk altijd een feestje. TSC staat nu derde van onderen dat goed genoeg is om na competitie te spelen. Met nog 2 wedstrijden te gaan in dit seizoen kan TSC zich echter nog steeds rechtstreeks handhaven. Iets waar de club van Frits van den Berg voor gaat.